Ja, waren geregeld razzia's in Urk, hè, om de mannen op te pakken die moesten werken in Duitsland. Ja, en daarom altijd op zondag, dat ze wisten, ja, de mensen zijn thuis, ja, of in de kerk, maar diverse razzia's op zondag. En dat gebeurde ook hier, ja, in deze buurt een razzia. Hier woonde de familie Loosman, ja, met 4 zonen. En ja, tijdens die razzia kwam er een Duitse soldaat hier staan. Ja. Een van die jongens lag boven en die denkt, wat is er aan de hand? En die keek even en wat gebeurde er? Plotseling draaide die Duitse soldaat zich om en hij zag, ja, die jongen door het raam turen. Vlug gepakt, weg, denk je dan? Hè? Ja, die vader ging even naar buiten toe. Toen zegt hij, wat doen jullie op de zondag te verstoren met onze gezinnen? Ja, vertelde die man in Duitsland, die jonge man, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben ook een soldaat die gehoorzamen moet. Ja. Maar goed, hij ging weer naar binnen toe. En wat gebeurde er? Hier was een schuilplaats. Ja. Hier stond vroeger een oude woning. Alleen de regenbak, die was er nog. Ja. En toen hebben ze die weer in orde gemaakt. Ja. Ze hebben planken onder de straatstenen gelegd met zand erop. En de stenen er weer bovenop. Dus hier, als hier de Duitsers langskwamen, ja, hoorden ze in de schuilplaats de laarzen stampen. Lopen. Ja. En onder de stoel van de vader, ja, was een luikje. En onder de mat kon dat luikje opgetild worden. Ja. En dan konden ze onder de vloer door in die regenput komen. Dus hier zaten, ja, 3 of 4 zonen van de, ja, familie? Ja, en dan was er een spleet onder de lambrisering van deze grote breedte. Ja. En daar kon er net een bord eten onderdoor als ze er zaten. En op Urk zaten vele verscholen in de regenbak, ja, want dit was de regenbak, maar daaronder was een reservoir. Ja. Ze zetten stoelen op die plekken, 1 stoel in het midden. Als ze zich lieten zakken, die werd weggepakt en dan konden ze in die regenbak zich verschuilen. Maar veel Urkers hebben in de regenbak ook dat, de razzia's, ja, overleefd. Ja. Maar wat gebeurde er? Die razzia vond daaronder plaats. En de Duitsers kwamen ook hier onderzoeken. En hier stond die jonge soldaat. En toen zei hij, ze zijn hier schon geweest, ze zijn er al geweest. En ze gingen weg. Ook een goede Duitser. Een goede Duitser. En toen heeft die vader die jonge man nog bedankt. En zo zie je maar, ons oordeel moet een beetje genuanceerder worden. Niet iedere NSB'er was een landverrader. En niet iedere Duitser was een moordenaar. Ja. He, denk aan de Weisse Rozen, ja, denk aan Bonhoeffer, ja, aan zoveel, ja, in het Duitse verzet. Veel Urkers hebben de oorlog overleefd dankzij goede Duitsers. Ook dat, ja, ja.